We gelijk, Johan. Eintracht Frankfurt tegen Chelsea. Chelsea. Dat is gelijkspel. Zeg ik Eintracht Frankfurt. Barcelona Liverpool. Zo, mooie pot, zeg hij. Lekker man. Barcelona. Ik neem jouw tekst over, hoor je dat? Toch Barcelona. He? Barcelona. Barcelona. Heel ingetogen Barcelona. Liverpool. Zeg ik gelijkspel. Tottenham Hotspur tegen Ajax. Ajax. Ik heb Liverpool, hè? Maar jij hebt Liverpool. Ja, voor de duidelijkheid. Voor de man die achter het... Ja, maar het wordt zo veranderd. Maakt niet uit. Het wordt zo veranderd. Tottenham tegen Ajax. Jij zegt Ajax. Ajax. Ik zeg 0-0. Gelijkspel. Ja, ik zeg... Ik zeg 1-1. Kijk, ik wilde 1-1 of 2-2 zeggen. Maar jij zegt 1-1 in de hand. 1-1. 1-1, zeg ik ook 1-1. Nou, daar zijn we er volgens mij wel zo'n beetje. Heb jij wel eens een tik uitgedeeld aan een supporter, joh? Oh ja, dat heb je ook wel gedaan, zeker, of niet? Nee. Ik heb wel een grote bek, maar ik ben geen held. Oh, je bent geslagen door de moeder van Kees Kist. Dat was omgekeerd, met die handtas. Nou, inderdaad. Maar daar blijkt ook nog een zus van Kees Kist bij betrokken te zijn. Oh? Want ik heb toevallig een brief gekregen van het organisatiecomité. Er is een groot festijn rond Kees Kist in Steenwijk. Daar komt Kees vandaan. En daar wordt dat incident aangehaald en dan willen ze daar ons tevreden laten tekenen. En? Ga je doen? Ja, geen, want Kees is een geweldige gozer. Ja, wereldgozer. Kijk, en ik heb denk ik 12 keer tegen hem gespeeld en heeft 12 keer geen bal geraakt. Nee, dat is inderdaad, ja. Wil jij ook niets missen van Veronica Insight? Download de nieuwe Veronica Insight app.